Deze nieuwsuitzending die gaat over vier artikelen die ik vond op Prison Planet, die website van Alex Jones. Dus het is gewoon nieuws. Het zijn wel leuke. Ja, leuk. Het is maar wat je leuk vindt. Me. We beginnen even met de eerste. En daarvan luidt de titel: Teen Vogue promotes prostitution to its young readership. En tien volk dat is de, dat blad Vogue, uh, weet je. En dan voor de, voor de jeugd, tien volk En tien volk is inmiddels als blad opgeheven. Zoals print, heet het dan. Hè? Maar ze doen het nu uh, uh, via internet. En dan gaat het hun om de, om de traffic. Want ja, je kent het wel met advertenties en zo, hè? Nou, wat gaat het dan om? We hebben de uh, yes, sex work is real work. Dus werken in de seksindustrie, dat is echt werk. Dus gericht op die jeugd, hè? die jonge meisjes. Ja. Dat je het even weet. En ze hebben een, 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 een leespubliek en dat is 13 jaar uh, oud ongeveer uh, zo meisjes aan het begin van de puberteit staat hier iemand iemand heeft een commentaar gegeven van nou als het er even zo doorgaat dan we en, uh, krijgen we straks dat we dat we het prostitutie gaan aanbevelen aan de kinderen op de middelbare school. Ha. Nou, dat kan je ook gaan doen als werk. <laughs> ja, helemaal gek, man. Zijnlijk, uh, niet iedereen is het hiermee eens, dat is me goed ook. Ja. En nou staan ze nog even bij stil dat uh, vorig jaar heeft datzelfde blad, website... Hij heeft een artikel gepubliceerd met een instructie een stukje over uh, anale seks. Was dat nou hier, ja. Wat wat vinden jullie hier nog zelf van? Door Prison Planet staat er best stil. Uh, die die uh, zit dat niet te, te promoten. Uh, maar. Uh, het team Vogue die doet dat dus even publiceren op de website. Ja, ik vind het walgelijk. En ik vind het heel illustratief voor onze hedendaagse samenleving. Dit gaat niet de goede kant op. Dit slaat helemaal nergens op, namelijk. En, nou, vorig jaar hebben ze dan een, een artikel gepubliceerd over anale seks voor 13-jarige kinderen. Ik ga toch weg. En dan vorige week, dus dit jaar, heeft uh, die website een instructie gegeven, uitgelegd aan minderjarigen... hoe ze een abortus kunnen laten plaatsvinden... zonder dat de ouders dat goed hoeven te keuren. Haha. ha, 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 ha. Wat zijn deze mensen mee bezig? Hè, voor, je, voor je het nog niet weet, maar uh, ik kijk er zo tegenaan... dat ik noem abortus... Abortus om ik moord. Dan kan jij tien keer brullen van, maar zo zie ik dat niet. Ja, maar zo zie ik dat wel. Dus we hebben minimaal een minimale verschil van mening, snap je? En als er nou zoiets bestaat als een universele waarheid, dan denk ik dat ik de beste kans maak om aanspraak te maken op de universele waarheid. Want ik heb niet alleen de Bijbel aan mijn kant. Ik heb ook Arthur Schopenhauer aan mijn kant en ik heb die filosoof die momenteel op internet zoveel traffic heeft, Stefan Monineu aan mijn kant. En nog wel wat meer mensen. Die nadenken. Je weet het wel, die grijze meuk die onder je hersenpan zit. Of was je dat ook weer vergeten? Hey, Abortus is moord. Punt. Het is correct taalgebruik. Nee, dan uh, is het verwijderen van een vrat. dat is dus ook moord volgens jou, Perry. Nee. Want een vrat, dat is een indringer. dat komt van buitenaf. dat is een of andere virusinfectie of zo. Dan mag je mee laten doen wat jij wil. Hetzelfde als, als jij een salmonella-infectie hebt, toestanden. dan mag je van mij een antibioticum slikken. Of wat je maar nodig hebt om van die salmonella ook af te komen. en dan moet die salmonella maar uh, de moord stikken. Maar dat is niet het geval met een kind wat groeit in je buik. Dat dus is namelijk een nieuw mens. En niet een indringer. Dat dus kan je niet zomaar laten verwijderen. Nou, een tienvolk die doet er lekker makkelijk over. Die gaat dus de jeugd even al op adviseren hoe ze een abortus kunnen verkrijgen. zonder dat de ouders daarvan weten of toestemming geven. Leuk, hè? Nou, dan krijgen we hier een aardige. Er is een uh, studie gedaan naar mensen die heteroseksueel zijn. En de vraag was, uh, zou je een afspraakje willen maken met een transgender? En uh, alleen, ja, slechts 3% van de hetero's. Ik neem aan dat het dan gaat om een... Nee, dat maakt natuurlijk niet uit. Maar voor mannen kan ik het me goed voorstellen. Dat, dat mannen zeggen we Nee, ik ga een beetje met een namaakvrouw zich. Kom op. Ga wieg. En alleen 3% van de hetero's wil uh, daten met een transgender. En dan wordt er hier gezegd dat... Uh, dat er een soort trans-vooroordeel is. En die mensen moeten worden heropgevoed. Kijk we nou je? Mensen willen het gewoon niet. Er zijn ook heel veel mensen die willen helemaal geen varkensvlees eten. Moeten die ook heropgevoed worden? Waarom? Ieder z'n uh, meug, heug. En ik zou het ook niet willen. Wow, ik ga helemaal niet meer daten of zo. Uh, ik zou niet willen daten met iemand die uh, een probleem heeft op dit gebied. niet dat die mensen niet mag of zo, ja, maar ze, ze hebben een probleem, dat lijkt me toch wel duidelijk. Ze hebben een probleem tussen de oren lijkt mij. En heb je trouwens ook nog je hebt interseksuele mensen en dat zijn mensen en die hebben die hebben allebei de geslachtskenmerken bij geboorte al. Wij noemen dat hermafrodieten. Als jij mij vraagt, zou je met een hermafrodiet willen daten, dan zou ik zeggen van nee. Nee, ik ben er verder niet op tegen. Die mensen moeten ook leven. Ja, daar kan zo iemand helemaal niks aan doen. Die is een hermafrodiet. Die heeft een en borsten en een... Ja, ze maar een... ja, ik weet niet hoe je dat verder moet omschrijven, maar... Ja, het is niet helemaal normaal. En van die mensen vind ik ook dat ze, als ze dat willen, dat ze van mij wat in de verplichte volksgezondheidsverzekering uh, kunnen aanvragen dat er iets aan gedaan wordt. Dat een van beide geslachten, want ze zijn dubbelslachter als het ware, dat een van beide ongedaan gemaakt wordt. Dat ze in die minimumten, tien pond gutten, tien pond kaas, in de is de baas, uh, dat ze dan een keuze maken, mannetje of vrouwtje, als ze dat willen. Hè? Ik kan me ook voorstellen dat iemand zo geboren is en zegt van ja, nou, dit heb ik nu een keer. Ja. Nou, ik snap ook niet hoe het kan. Ja, ik ook niet. Maar al die andere mensen, zoals een. Wat is nou weer een cisgender? Weet jij dat? Ga het even opzoeken. Cisgender definition. I don't know. Denoting or relating to a person whose sense of personal identity and gender corresponds with their birth sex. Is that je. Ja, ja, ik ben cisgender. Ja. Dus er is iemand. die. ja, wiens geslacht. zijn gevoel dat correspondeert helemaal met wie die wil zijn. Ja. Dus mijn penis hoeft er niet af. Dus iemand die, uh, iemand die zichzelf een vrouw vindt, maar bij geboorte werd ook al gezegd: ja, dat is een vrouw. Dat is dus een uh, cisgender. <laughs> nou, ik noem het gewoon uh, iemand. Een of andere Duitser heeft het de, de wereld ingeslingerd. Nou, 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 nou. Ja, ja, nou, dan snap ik het. Dan gaan ze hier nog in op. Uh, Cis-Alpine heb je ook. En Cis-Jordaan. En Cis-Jordaan en Trans-Jordaan. Cis-kei en Trans-kei. Iets met die rivier, de kei. <laughs> Dat zal wel. Dus een cis-gender, is een normaal iemand, ja cisgender, en transgender, en iemand die uh, helemaal die is eigenlijk act... ik ben geen van beide, ik ben het allebei een beetje. Ik zou dat ook niet willen, ik zou uh, niet, nee. Ik was een keer in, in het café en het uh, was laat geworden en ik wilde naar huis. En ik zat te kletsen met een meisje, dat dacht ik. Dat was helemaal geen meisje. En zij was uh, vreemd in de stad of zo, ik had haar nooit eerder gezien. En toen zei ik: Nou heb je zin om mee te gaan. Of, nee, niks, geen bijzonders hè. Gewoon wat drinken en. Ik uh, Dan kan je slapen bij mij. We hadden gezellig zitten kletsen. Zij kwam uit Spanje. En ze heette iets van uh, Maria ofzo. Toen liepen we over straat. Uh, toen zei ze, ja ik ben eigenlijk uh, niet een vrouwtje. Ik ben een omgeboden man. Ik zei, oh. Nou ja, dacht ik, uh, ja zo goed. Ja, uh, ik ga er verder niet moeilijk over doen. Maar ze was geboren Mario of zoiets. En nu heet ze dan Maria. Ja, dat moet zij weten. Ze zag er wel heel vrouwelijk uit. Maar... Op een of andere manier, ja, in mijn herinnering was het toch een meisje. Maar... Want ik ken ook eentje die is omgebouwd en die heet Kim. Maar daar moest ik me echt op betrappen. Hem vind ik gewoon een omgebouwde kerel, hoor. Dat is een kerel met een penisamputatie. Dat is toch weer heel anders. Maar misschien als die, die Maria, of weten ze nou, die wat ouder wordt, dat je dat dan ook gaat zien, hè. Dat het, het wezenlijke geslacht, zeg maar, wat ze eigenlijk bij geboorte zijn, dat dat op latere leeftijd er toch weer doorheen komt, hè? Dat, dat het is, dat het een kwestie van leeftijd is. Kan. Dat weet je niet. Er staat hier dan uh, dat het is, uh, on is onmenselijk is: die trans uh, En oh, dat moet bestreden worden met meer educatie over de verscheidenheid van de uh, gender identities. Een accurate media-representatie van trans en non-binary people. Ja, 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 wat moet je er nou mee? Hè? Nee, ik vind het helemaal niks. Ik hoor ook helemaal geen uh, media-representatie die accuraat is als het gaat om mensen met een geestelijke afwijking. Want dat is het. Die mensen zijn zwaar ongelukkig. Ja, dat vind ik heel verschrikkelijk voor die mensen. En ik zag niet zo heel lang geleden. Er was een, een artikel van een man. En die had jarenlang gewerkt in het behandelen van dit soort mensen. En die had het over precies hetzelfde. Maar ja, het is een geestelijke afwijking. En in een, nou, in een meerderheid der gevallen kan je daar wat aan doen met uh, psychotherapie en dat soort dingen. En mensen afhelpen van een jeugdtrauma of wat even. Maar zei die, er zijn gevallen die zijn zo, ja, ja, zo ver van huis, zullen we maar zeggen. Daar kom je niet mee weg met uh, een, een, een psychotherapie. En die mensen, ja, als je die niet opereert, dat is echt zielig voor die lui. Het dammer opereren hoor. Die mensen zijn diep en diep ongelukkig en een operatie, ja, het maakt het nooit helemaal goed. Maar, ja, het helpt nog een beetje. De pijn te verzachten of zo. Nou, dat vond ik wel een aardige. Maar die man die stond er wel op dat er, dat er moest sprake zijn van jaren therapie die niet geholpen had. En dan gaan we er verder over praten. Kijk, dat. Uh... Ja, daar kan ik met je in meegaan. Huh? En dan hebben we hier de volgende. Dus, uh, er is een, uh, een federatie in de Verenigde Staten en dan gaat het om gewicht heffen. En daar zijn er dus uh, mannen en die laten hun penis amputeren. En die gaan dan meedoen met de vrouwen in, uh, in de kampioenschappen. Nou, en we zaten hier dus. De, de USI, USA Powerlifting, uh, die federatie, is facing a discrimination complaint in Minnesota... Over its transgender athlete policy, after it said that J.C. Cooper, a biological man, couldn't compete in women's events. Ja, lijkt me. Ja. Ik uh, kan dan niet zeggen van. Uh, mijn penis is eraf en nu ga ik winnen van. Uh, ja. Nou, wordt zo iemand wordt dan eerste? Natuurlijk. En mannen zijn veel sterker dan vrouwen. Dat is, toch, dat is gewoon vals spelen. Vind ik hoor. En die man die, uh, die hebben allemaal gewoon open klagen en zo. En een of andere non-profit organisatie. Die heet uh, Gender Justice. Dus uh, uh, geslachtsrechtvaardigheid, die heeft de klacht ingediend. Bij de afdeling voor mensenrechten in Minnesota. <laughs> Dat kost nog geld ook in de samenleving hoor. Even kijken, de seksuele oriëntatie is een uh, beschermde klasse in Minnesota. Oké. Okay. <laughs> en hier dan de laatste. Een student in het Verenigd Koninkrijk. die heeft de klas uitgezet. omdat hij had gezegd dat er maar twee geslachten zijn. En de leraar. die vond dat problematisch. en uh, niet verwelkomend naar iedereen. En ik vind het ook. Er is maar één geslacht. Er oh, uh, zijn maar twee geslachten. Je hebt natuurlijk uh, ja, afwijkingen. Is dat maar zo? Hè? Maar die mensen zijn ziek. Die hebben iets geestelijks niet goed. Ja. En dat is allemaal heel vervelend voor die mensen. Maar dat betekent niet dat ze een ander geslacht hebben. Een geslacht dat, dat is je lichaam. Je bent een mannetje of je bent een vrouwtje. Of je dat nou leuk vindt of niet. Zo, je bent of groot of je bent klein. Uh, ja, ik heb niet zulke goede ogen. Nou, dat, uh, dat heeft zo moeten zijn. Daar kan ik het wel niet mee eens zijn, maar het is zoals het is. Ja, dan bekijk het er maar mee. Dat vind ik hoor. En dan word je hier dus als kind, als student, je de klas uitgezet. Nou, leuk hè. Maar het staat gelukkig allemaal op Ghisyn Planet, en dan kan je er een beetje aan ergeren. <laughs> en op zijn Hamburg, zak hier. Tjus en dag, lieverds.